afwezigen. Want jullie zijn allemaal afwezig waar ik ben. Jullie zijn wel ergens aanwezig, maar niet hier. Vandaar dat ik jullie noem afwezigen. Mijn fans hoeven niet te raden waar ik ben, want die hebben het natuurlijk gevolgd op de sociale media, maar ook in de officiële internationale media. Dit is een skyline die je misschien niet meteen zou verwachten. Maar het is wel de skyline van Oostende. Want als jullie zeggen Oostende, dan denken jullie alleen aan die paar fashionable plekjes op de dijk. Maar Oostende is ook hard. Heeft ook buitenwijken met kiezelstenen gronden. En industriële vergezichten. Want waar bevind ik mij? Ik bevind mij in de buurt van een cafeetje Het Verschil. Waar ik binnen een anderhalf uur ga optreden. Als een superster die ik ben. Natuurlijk, ik zeg altijd maar ik ben een superster en ik heb miljoenen fans. En dan denken jullie, hoe kan hij dat zichzelf wijsmaken? Want inderdaad, ik kom hier in Oostende toe. Waar ik een duizendtal affiches opgehangen had laten worden. Ik moet toch die kant uit. Wat is het? Dit is namelijk Fort Napoleon. Dat wil ik wel eens zien. En natuurlijk is dat dan confronterend. Dat als ik dan uitstap aan de voordeur van Het Verschil. Waar ik meteen dat optreden ga geven. Nu moet ik even oppassen, want hier liep een hond. En ik ben eigenlijk bang van honden. En deze hond die rook dat. En die kwam meteen naar me toe gesprongen. Gelukkig was hij aan een lijband. Anders waren mijn knieën er nu af. Natuurlijk is dat dan confronterend dat als ik daar aan toe kom na 2 uur rijden. Was trouwens een toffe rit, dat is niet te druk. Ik had goede muziek op. Voorbereidingen treffen voor de DJ set voor aanstaande dinsdag in de dinsdagclub. Ben ik eigenlijk intens mee bezig. Voor mij is de hoofdmot van de dinsdagclub het gegeven dat ik me kan rot amuseren met tussendoor liedjes te draaien. Telkens maar 30 seconden, want de ene act vliegt naar de andere het podium op. Maar toch hoor ik nog honden blaffen. Dit is blijkbaar de hondenweide. Hier is dus Fort Napoleon. Natuurlijk is dat dan confronterend dat als ik dan aan dat zaaltje toekom waar ik ga spelen, podiumcafé, dat is iets waar ik me trouwens graag bevind. Ik ben geboren, ik ben in de wieg gelegd om op te treden in podiumcafés. Natuurlijk is dat dan confronterend dat als ik daar uitstap, dat ik dan in grote kaders affiches zie hangen, niet van mezelf. Nu, ik weet nog wel hoe ik eruit zie, dus daar heb ik geen affiches voor nodig. Maar affiches van die presentator van De Slimste Mens, die nu ook ineens comedy shows doet. Moet kunnen, we leven in een vrije wereld. En dan zie ik affiches van Wouter de Prey en van Alex Agnew. Is dat erg? Nee, dat is zelfs gezellig, want die mensen gunnen koken het beste van het beste. En sommige van die mensen, de meeste niet. Maar bijvoorbeeld Wouter de Prey zijn ook goede vrienden van me. Natuurlijk ben ik ook blij dat het die man voor de wind gaat. Die heeft ook nog nooit iets verkeerds gedaan. Zelfs niet vaag weg in mijn richting. Integendeel, ooit is er wel eens een akkefietje geweest. Waarvan ik zelf eigenlijk waarbij ik zelf de slechterik was. Tussen Wouter de Prey en ik. Dus ik had hem wel eens in een column in de nationale editie van Gazet van Antwerpen beschuldigd van plagiaat. Terecht, want hij had me geplagieerd. Maar dan vind ik nog dat hij daar niet op die manier mee afrekent. En dat was voor hem niet leuk. En dan hebben we toch wel anderhalf jaar niet met elkaar gesproken, terwijl we elkaar in die tijd heel vaak tegenkwamen. Maar toen ik 10 jaar na dat akkefietje mijn verontschuldigingen helemaal ging aanbieden aan hem in de foyer van de Vooruit, toen zei hij, och man, dat was ik toch allemaal al lang vergeten. Dus dat is een goedhartig man. Alex Agnew is een ander verhaal. Daar kan ik een paar boertige dingen over. Hij is een boertige jongen. Ik kan er ja, ook veel eerbied voor wat hij doet, de goede act. Maar dit is iets vulgairs van zijn lichaamstaal. Maar ook dat doet het al niet de zaak. Natuurlijk is dat rock'n'roll dat die man speelt waar hij speelt. Dus, om dit even af te ronden, meteen kom aan de zij. Dat is pas echt essentieel. Hoe kan ik mezelf blijven wijsmaken dat ik God ben? Dat ik een superster ben? En meer dan zomaar een ondergronds cultfiguur? Als ik zelf nergens aanwezig ben, behalve in kleine cafetjes, live op een pingpongtafel. Terwijl mijn collega's voor uitverkochte casino's spelen in ditzelfde Oostende. Wel nu, weet je wat het antwoord is? Dat die kwantitatieve dingen volstrekt, maar ook volstrekt niets ter zake doen. Omdat het objectief aantoonbaar is dat er in mijn leven wel 38 keer meer rock'n'roll is dan zelfs in het leven van die man die 3 maal maandelijks in het sportpaleis optreedt. Ik adem rock'n'roll.
En mijn heupbewegingen zijn veel vloeibaarder, veel meer elektriserend. Daarmee ben ik geboren. Echte roem, de essentie van roem, dat is niet iets dat je bereikt door hard te werken. Dat is iets waarvoor je in de wieg werd gelegd door God zelf. En God is mij altijd gunstig gezind geweest. Dus inderdaad, ik ben een superster. Ik ben gearriveerd in Oostende. Binnen een uurtje breek ik ginder het kot af. Daar heb ik zin in. Het podiumdier in mij wordt wakker. En kijk, nog een voordeel van het beroep dat ik uitoefen. Stand-up comedian, wel conferencier. Dat je overal komt. Dus eergisteren was ik in Turnhout. Dat ben ik natuurlijk heel dikwijls. Maar vandaag ben ik dan ineens weer in Oostende. En morgen ben ik in Middelburg in Nederland. Dus ik kom overal. En kijk eens hoe mooi die zee erbij ligt. En hoe tof dat ik niet op die suffe dijk ben. Die overschatte dijk met dat afgrijzelijke theaterfestival in Oostende. Hoe heet het? Theater aan Zee. Dat zijn allemaal dingen die mogen bestaan. Ik heb er geen kritiek op. En als ze mij bellen en ze betalen, dan kom ik natuurlijk ook daar optreden. Maar het is wel niet mijn initiële ambitie. Ik ben toch blij dat ik er in de grond niks mee te maken heb. En dit is een stukje van Oostende dat mensen niet kennen. Fort Napoleon. Zie je hoe mooi die zee erbij ligt. Ik heb nu medelijden met alle mensen die naar deze blog aan het kijken zijn en die in een stinkstad zitten. Terwijl ik zelf hier de lucht van pasgeboren garnalen inadem. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel tijd. Ik moet me aanmelden. Mijn fans staan al te schreeuwen en krijsen in Podium Café Het Verschil. En toch ga ik helemaal naar de kust gaan. Want mijn vloggers willen ook wel eens wat. Dit is al aflevering 85. Ik heb het daarnet nog eens nagezien. Is dat een getal dat ik zomaar lukraak ophoest omdat het niemand iets kan schelen? Toch niet. Kijk jullie maar eens op mijn YouTube-kanaal. Daar zie je al mijn vlogs netjes op elkaar bij elkaar geteld. Heel goed genummerd. Er is nog geen enkel aflevering dubbel geteld of overgeslagen. Wat toch vreemd is, aangezien ik een numeriek afwijking heb. In die zin, Luf zegt bijvoorbeeld, noteer in uw agenda 23 april. Terwijl ze dat zegt, noteer ik dan 24 april. Dus het is heel raar dat ik nooit dubbelboeking heb. Het is de 85e aflevering van mijn vlog. Nu komt er actie. En dit is nog maar de eerste keer dat ik op de zee zit. Ik heb er wel eens een vlog van op het strand van Benidorm, waar ik ook eens opgetreden heb. Maar toen was ik nog niet werkelijk systematisch aan het vloggen. Oh, ik ben toch verkeerd bezig. Natuurlijk heb ik al gevlogd. Namelijk in Oost-Duinkerken, toen mijn kinderen beurtelings moesten overgeven op het balkon. Dan moet je helemaal naar het begin, naar aflevering 6. En jullie denken, die zegt zomaar aflevering 6. Nee, zo autistisch ben ik ook. Dat is echt aflevering 6. Nu ga ik eens even kijken naar wie er allemaal aan het kijken is. Sarah Peters. Dat is belangrijk, Sarah Peters, want zij heeft een theater, dat heet de Theaterbatterij. In de Batterijstraat in Gent. Jullie zien het, ik ben bezig met meer Noord-Oost-Zuid-West-Vlaanderen in te pakken. Dus nu Oostende, binnen een week of 3-4 in de Theaterbatterij in Gent van Sarah Peters, die nu aan het kijken is. Jan van Briel, beter dan de Joker, inderdaad. Dat is ook weer gemeen van mij, maar weet wat ik altijd zeg? Vergeleken bij het volwassen entertainment dat Don Vitalski aan de mensheid te bieden heeft in zijn wekelijkse dinsdagclub, verkwijnt de Joker van Alex Agnew als een soort tweede kleuterklas in het niets. Klinkt als een boutade, klinkt als iets retorisch, maar het is eigenlijk objectief aantoonbaar. Want ik denk niet dat er ooit al burleske... Ik ga ermee stoppen, dit is de antagonistus. En dat is niet wie ik ben. Ik zie iedereen graag en een Joker is ook een cool café. Vronnie van Hoorden is ook aan het kijken. En dan ben ik ontroerd, want ijzelna had ik Vronnie mogen tentoonstellen vorige week op mijn unieke levende vrouwen tentoonstelling. Maar op de valreep heeft Vronnie me toch verteld van ai, het is net iets te ver buiten mijn comfortzone. Kijk, mijn voeten op het natte zand. Ik zak telkens 4 centimeter diep in het strand. De zee is nog maar net aan het terugtrekken. Stom dat ik nu de hele tijd babbel, want dit moet normaal mystieke meditatie zijn. Hè? Als je na 2 maanden nog eens terug op het strand komt. Maar ik wil het met jullie delen.
misschien ietsje minder babbelen en meer naar de zee mee wil luisteren toch. Een mooi meisje in een jeansbroek wandelt over het water, wil ik zeggen, zoals Jezus Christus. Balderik Bladderflos is ook aan het kijken. En Gabrielle Trepstra, die geregeld optreedt in de Dinsdagclub, is ook aan het kijken. Ik ga zo wandelen, kunnen jullie de zee ook zien. En zo over mijn schouders. Ja, zo naïef ben ik. Veel mensen zullen zeggen van, ach ja, de zee, een plas die daar ligt. En die ligt er al miljoenen jaren. Wat else is nieuw? Heb je niet iets dat ophefmakender is? Maar ik ben van de zeer ouderwetse stempel. Ik ben van het pre-digitale tijdperk. En ik voel zuivere ontroering bij het zien van deze universiteit van zeedieren en schelpen onder mijn krakende voetzolen, zoals in het vierde hoofdstuk van Ulysses, wanneer dat, hoe heet hij ook alweer? Heeft ook niet zo'n heel goede naam, het hoofdpersonage van Ulysses van James Joyce. Een van de mooiste hoofdstukken van dat moeilijk leesbare boek Ulysses, wandelt die zoon, Steve van Daedalus, over het strand. En dan beschrijft Joyce toch wel heel mooi het geluid van die krakende schelpen op het zand. Is dat niet literair van mij? Balderik Bladderflos. En zoals je weet, bovenal in de zee, is de zee koude soep. Ja, maar dat toch wel heel erg gezouten soep. Jullie kunnen ook denken, dat is eigenlijk weinig water. Ik dacht dat dat meer was. Maar dan moet je beseffen, je ziet alleen maar de bovenkant. Je ziet alleen maar de bovenkant van het water. Dus alles wat eronder ligt, moet je er zelf bij denken. Goddelijk. Hier liggen ook roots van me. Ik val in herhaling. Kan ook niet anders, ik heb maar één leven. Maar ik ben voor een groot deel opgevoed, niet in Oostende. Grootgebracht hier vlakbij in Westende. In de charismatische camping waar ook een film over gemaakt is. Een cultfilm. Camping Cosmos. Dus als ik deze lucht zie. En dat parelmoerblauwe wolkendek dat je alleen hier soms ziet. Dan komt die oer Vitalski in mij naar boven. Van toen ik een jaar of 11 of 12 was. Een roman schreef in het staakkaravannetje van mijn ouders. Prachtige zee. Moet ik de hele tijd babbelen? Soms schreeuw ik als een zeemeeuw. Dat is een gedichtje dat ik ooit geschreven heb, maar nooit heb kunnen voltooien. Man, de zee is mooi. Want soms is de zee ook saai. Soms denk ik ook van, het strand is maar een kattenbak. Maar nu is het anders. En dat komt natuurlijk ook omdat we nu eens op een ander, kijk, in een ander deel van Oostende zitten. Ik denk dat 80% van mijn fans nog nooit in dit deel van Oostende zijn geweest. Dit is namelijk het meer industriële gebied. En die mensen in Café Het Verschil, Podium Café Het Verschil, die hebben mij wel goed bij mijn lurven. Want ik zei, ik wil nog even naar de zee wandelen. Hoe kan dat? Of moet ik daar de auto voor pakken? En ze zei, nee, dat kan te voet. Dan moet je hier naar links. En ik wandel een half uur naar links. En dan kom ik niet aan de zee. Maar dan kwam ik zo gewoon bij een saai stuk binnendok. Waar dat de boten als palingen tegen elkaar stonden gebonden. En toen zag ik op Google Maps, ze hebben mij naar links gestuurd. Maar ik moest wel naar rechts. En ik denk dat ze het opzettelijk deden. Dat zo ook wel een soort kromgeesterigheid, een kromme geest is van de gemiddelde Oostendenaar. Nu ga ik toch even, voor mensen die al lang niet meer op reis zijn geweest, de golven hun ding laten doen. Ik wil mijn excuses aanbieden voor de venijnige ondertoon van de eerste 10 minuten van deze vlog. Laat ons maar gewoon zeggen, ik ben jaloers op Alex Agnew. Ik wou dat ik ook in het Sportpaleis stond, maar ik mankeer het talent. Ik ben jaloers op die presentator van De Slimste Mens, omdat ik zelf ook wel op De Slimste Mens wil komen, maar het gebeurt nooit, want ik mankeer het talent. Dan is dat maar de waarheid. En dan is het maar de waarheid dat die mensen ongelooflijk goed bezig zijn en dat ik zelf een sukkel ben. Het is allemaal heel erg relatief.
Maar dat heb ik dan liever. Ik heb liever dat de mensen zeggen dat ik een sukkel ben. Dan dat mensen gaan zeggen dat ik andere mensen het licht niet in hun ogen gun. Want dat doe ik zeker wel. Ik ben alsmaar meer christelijk aan het worden. Tegen het einde van zijn leven werd Tom Vitalski alsmaar meer beïnvloed door het Nieuwe Testament. En in het bijzonder door de parabel van de wijngaard en de parabel van de verloren zoon. Die vuurtoren, jullie krijgen het niet zo mooi in beeld als ik, hè? Als je hier wandelt, dan is dat allemaal heel mooi. Maar als je dan nu op een filmpje zit, is dat misschien een pak minder indrukwekkend. Waar is die vuurtoren? Ja, nee. Ja, hier is een vuurtoren. En die is eigenlijk mooi, maar die komt hier niet over. Dag Lien van Hoof, inderdaad Lien. Bedankt dat ik jou mocht tentoonstellen. Ik ben inderdaad lekker aan het uitwaaien. En ik hoop, Lien van Hoof, dat ik jou in de maand april opnieuw mag tentoonstellen. Dag Marijke van der Schriek. Leen Struiven, Gabriella Terpstra, een dichteres die ik heel erg bewonder en die altijd welkom is bij ons in de kelder. Gebrek aan talent, je zei verdomme een taalgenie, zegt Romeo Spinelli. Ik weet het, Romeo, ik ben maar wel aan het rondsurfen. Ik ben narcistisch genoeg om mijn eigen talent te onderkennen, hoor. Ik babbel maar, weet je. Lin van Hoofd, die parabels zeggen me helemaal niks. Dan zal ik die jou wel eens allemaal komen uitleggen als ik op jouw schoot mag zitten, Lin. Dan kom ik op jouw mooie schoot zitten terwijl jij een bruidsjurk aan hebt. En dan fluister ik jou de betekenis in jouw oren van de parabel van de verloren zoon. Het gaat over het volgende. Er is in het Nieuwe Testament volgens Jezus Christus. Ik ga dit vertellen hoewel het geen belang heeft, maar dan kunnen jullie het wel genieten van de maritieme achtergrond. Er is in het Nieuwe Testament een vader met twee zons. En een van die zons is stout en die rent weg van huis en die komt lange tijd niet meer terug. En die andere zoon die is goedhartig en die helpt zijn pa met die suffe ploeg achter de os aan door dat dorre, harde, rotsachtige zand. En pas na vier jaar komt die verloren zoon terug en dan zegt die papa, wauw, onze verloren zoon is teruggekomen, kom we geven een feestmaaltijd ter zijner ere. En dan zegt die brave zoon, dit is eigenlijk wel een beetje kuttig, want ik heb jou jarenlang dag in dag uit, van 's morgens tot vondag op de nieuw laat, 's nachts aan het werken, aan het helpen geweest. En voor mij heb je geen feest gegeven. En die klootzak van mijn broer, die is weggegaan, nu komt hij toevallig terug en nu krijgt hij een feest. En die man, die zoon, die goede zoon, die heeft eigenlijk gelijk. Maar de Bijbel is zo heldhaftig om het toch op te nemen voor die verloren zoon. Want uiteindelijk zegt de Bijbel tegen die goede zoon, je was tevreden zoals het was, dus moet je nu niet emmeren over het feit dat ik een feestje geef voor iemand anders. Dat is ook de parabel van de wijngaard. Je was content met uw loon, dus moet je nu niet komen lullen omdat mensen die maar 1/10 van uw arbeid verricht hebben, evenveel verdienen. Een beetje raar hoor, de Bijbel. Ik lees dat ook niet echt, hè. Ik ben ook een normale mens. Hè. Ik ga niet als ik thuis kom om 4 uur s'nachts, om 4 uur in de namiddag van de Engelse les, ga ik ook niet in de zetel zitten met de Bijbel op mijn schoot. Maar ik ken al die verhalen wel. Omdat ik toen ik jonger was, keek naar een programma dat heette Heroes from the Bible. Goed, ik ga afronden. Ik ga in mijn auto stappen. En ik ga naar het podiumcafé Het Verschil. Ja, jouw man mag er ook bij, want ik weet dat je getrouwd bent. Want je was natuurlijk aan het poseren in een trouwjurk, Lin van Hoof. April, we weten nog niet de precieze datum. Ik doe ook de groeten aan Kate Schepper. En wat Romeo zegt, talent heb je wel. Dankjewel. Er zijn dagen dat als ik vlog, dat ik zeg, hey beste vrienden, kunnen jullie mij schouderklopjes geven, want het gaat niet goed met mijn zelfvertrouwen. Maar eigenlijk is dat nu dus niet aan de hand. Ik heb een verkeerde indruk geschapen. Bedankt dat je me succes wenst, Romeo. Dat ga ik toch ook nog even vertellen, dames en heren. Ik zou eigenlijk willen dat Romeo Spinelli in de Dinsdagclub zijn wereldberoemde glitterblauwe jasje terug aandoet. Maar hij zegt, dat is te warm. Maar daar laten we het niet bij. Dan moet hij maar voor de rest niks aandoen, behalve één witte onderbroek en een blot bovenlijf. Ik ga inleggen. Ik ga naar mijn auto. Dag, mooi strand. Van prachtig België. Dit hebben we toch ook maar mooi in ons kleine land. Rusland heeft dat niet. Daarom worden die zot. Hè? Rusland heeft zo geen zee. Die hebben hun zee moeten afgeven aan Finland. Zee moeten afgeven aan Oekraïne. Iedereen heeft zee.
Behalve Rusland en Duitsland, daarom willen die Lebensraum. Zie je hoe mooi? Fuck jongens. Dat zal ik doen, Dirk Cornelis, dat gedicht afmaken. Die dinsdagclub, meer info. Ja, ik wou net inleggen, maar als iemand vraagt... Dankjewel Lotte, voor dat klopje. Als iemand vraagt info over de dinsdagclub, dan moet ik dat wel geven. Wolstraat 7, iedere dinsdag, niet sommige dinsdagen niet, iedere dinsdag, van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Om 10 uur gooien we iedereen terug buiten. Geven wij gig. Old school punkrock. Poetry. Zal ik doen, Lin? Ik heb voor de rest altijd al niks aan. Ja.